Ik ben Martin Koppers, ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon en werk in dit atelier al 35 jaar. Mijn hoofdzaken zijn olieverven en aquarel. Een heel mooi grijs maken voor de luchten. Het mengen op zich van kleuren. Hè. Het is een beetje alsof je een alchemist bent. Je tovert wat en er komt ineens iets tevoorschijn. En een beetje gele tint erin. Ja, het is ook fijn om het materiaal zelf aan te raken en te verspreiden. Een kwast is ook maar een instrument om verf aan te brengen en te verspreiden. Dat kun je ook met je vingers doen. Waarom ben ik schilder? Het is Ja. Ik tekende vroeger altijd heel graag. Altijd tekenen, alles vastleggen enzovoorts. En op een gegeven moment, mijn vader had een schilderij van Vermeer hangen. En daar stond een schilder op. Het heet ook de kunst, het schilderij. Het gaat over de allegorie van de kunst. En er stond een schilder op en die was een model aan het schilderen. En je keek die kerel uit zijn rug en je zag zijn ezel. En je zag in de verte zag je die mevrouw poseren. En toen vroeg ik aan mijn vader, wat doet hij dan? Wat doet deze meneer? Nou, die zei, dit is een schilder en die schildert zijn hele leven. Die schildert iedere dag en daar leeft hij van. Nou, dat vond ik wel zo geweldig, want ik dacht dat tekenen en een beetje verven en zo, wat ik toen deed, dat het alleen maar voor kinderen was en voor je kindertijd. En daarna moest je serieus een beroep uitkiezen. Het is realisme, je ziet wat het is, maar het is toch een beetje een vervreemdend werk. Ik breng er altijd elementen in die toch iets boven de natuur uitsteken. En mijn aquarellen zijn meer, impressies. Ja, kijk, het gaat over mijn leven en werk. Dit is al die foto's van werk. Dit is een muurschildering, een heel grote muurschildering van 5 meter bij 5 meter. Het gaat over de geschiedenis van de Oostelijke Eilanden. Maken van decors in opdracht voor de Fabeltjeskrant. Dit zijn allemaal tekeningen uit schetsboeken. Die schetsboeken heb ik uit elkaar gehaald. Al die tekeningen ook verwerkt in een collage. Die je hier ziet. Hè. Dus een verbeelding van mijn raampartij en mijn tafel en stoelen. En dus die wanden zijn helemaal opgebouwd uit oude schetsen van landschappen zoals je daar ziet. Modeltekeningen, oude modeltekeningen. Dus ook een methode die ik vaak doe, is dat ik een olieverf schilder met heel veel hars en terpentijn en lijnolie. En dat schilder ik als een aquarel. Het gaat ook niet zozeer om mooi vinden, maar meer om dat je iets boeit. Dat is ook belangrijk, dat je ook dingen weg durft te laten. Hè, kill your darlings heet dat ook. Zo van, je moet toch niet alles willen zeggen. Hier komen deuren aan, dus vleugels aan, deuren die even groot zijn als de helft. Dan heb je een soort drieluik met een middenpaneel. En dus aan de andere kant, daar wilde ik dan of een schildering doen of een spiegel, zodat het een kunstvoorwerp wordt, maar toegepaste kunst heet dat dan. Ja, kamerscherp heb ik ook gemaakt, dus daar ben ik ook mee bezig, om schilderijen die ik niet meer gebruik, daar ook voorwerpen van te maken. Dat is een aquarel, die heb ik gefernist. En over die vernis heen kun je dan weer met olieverf, hè, dus dat roeibootje met die roeier. Dus dat is ook iets wat ik aan het ontwikkelen ben. Dit wordt een nieuwe serie waar ik mee aan het werken ben.